Hier heeft het tot 1987 gehangen, in de bestuurskamer van Sparta. Na de verbouwing van het kasteel was het schilderij verdwenen. Volgens Tussen Kunst en Kitsch is het 25.000 euro waard. Gaan jullie dat betalen aan die meneer? Nee, dat zou een beetje raar zijn natuurlijk. Dat is ook niet de insteek van het gesprek geweest en ook van de man zelf niet hoor. Dus, want hij begrijpt best dat het van ons is. En hij maakt zelf ook de opmerking, als ik iets kwijt ben wil ik het ook graag terug hebben. Dus ik ga ervan uit dat we net weer eruit gaan komen. De huidige eigenaar van het doek meldde zichzelf bij Sparta. Hij vindt het vervelend dat hij als dief wordt gezien. Nou, ik ben er ook van overtuigd, dat is hij niet. Het is in goede trouw, hebben we gisteren ook uitgesproken. Heeft hij dat in zijn bezit gekregen? Maar ik heb wel gezegd, het is wel van ons als we het graag wel terug willen hebben. Na het weekend gaat Sparta om de tafel met de man. En wie weet hangt Zicht op Delfshaven binnenkort weer op het kasteel. Het zal ongetwijfeld ergens in de oude bestuurskamer komen. Alleen iets meer beveiligd hoor.